Ik ben Marjolein van de Ven, conservator Moderne Hedendaagse Kunst, Stedelijk Museum Breda. En ik ben Ron Dirven, curator van de Van Gogh Galerie in Zundert. Bijna is een samenwerkingsproject tussen Stedelijk Museum Breda, Van Gogh Galerij in Zundert en de St. Joe's School of Art and Design. En het is een project waarbij we jonge kunstenaars koppelen aan kunstenaars die al langer van de academie zijn afgestudeerd. En daarbij eigenlijk echt hun willen uitdagen om samen met elkaar in gesprek te gaan, werk te maken en tot een tentoonstelling te komen. Hi, ik ben Roos Vogels. Ik ben geboren in 1992 en afgestudeerd van St. Joost Den Bosch in 2019. Ik ben Niels Schoos. Ik woon in Antwerpen. 2014 afgestudeerd van St. Joost, dat is al een tijdje. Ik ben 32 jaar. Ja, 32. Ik ben Sjors, ik ben 24 jaar. Ik ben net afgestudeerd van de AKV St. Joost Beeldende Kunst. En ik doe mee aan Bijna. Ik ben Loes, ik ben 26 jaar. Ik ben dit jaar afgestudeerd op St. Joost in Den Bosch, richting Beeldende Kunst. Ik ben Eef, ik ben 28 jaar. Ik ben in 2015 afgestudeerd in St. Joost, ook Beeldende Kunst. Ik ben Marit van der Heijden. En ik heb gestudeerd in Den Bosch en St. Joost. En ik ben dit jaar afgestudeerd. En ik ben 23 jaar. Ik maak niet één specifiek ding. Dus ik werk van 2D tot 3D. Installaties, sculpturen en voornamelijk tekeningen. En ik werk altijd met natuur. Met natuurlijke materialen en het thema de natuur. En ik zoek altijd... probeer de verwondering die ik heb voor de natuur terug te laten komen in mijn werk. Mijn praktijk bestaat vooral uit installaties. Ze liggen een beetje tussen realiteit en het fictieve in. En ik noem ze zelf reconstructies. In mijn praktijk gaat het eigenlijk over objecten, wat objecten zijn en hoe wij ons daartoe verhouden, maar ook hoe objecten zich verhouden tot ons. En ik onderzoek eigenlijk wat bijvoorbeeld de potentie kan zijn van objecten en hoe je daar informatie kan uithalen en op een andere manier zichtbaar kan maken. En dat kan zich uiten in audio, tekening en sculptuur. Ik werk heel vaak met bloemen als metafoor voor het leven, omdat ze voor mij een kracht bieden tegen de harde buitenwereld. En ik heb het idee dat we vaak als jongs af aan al worden ontworteld van onze veilige omgeving en constant moeten we weer opnieuw ergens wortelen, worden weer losgehaald. Dus ik vergelijk mensen en ons leven vaak met bloemen die ontworteld worden en steeds opnieuw op zoek zijn naar een grond om wel te kunnen bloeien. En verder gebruik ik ook heel veel natuurlijke elementen in mijn werk. Ik denk ook omdat ik juist van alles heb meegemaakt, krijg ik veel meer waarde hechten aan niet-materialistische dingen. Dus daardoor ga je die verwondering zoeken in de natuur en de dingen die al in de omgeving zijn. En eigenlijk in combinatie met bloemen probeer ik dat vaak te vangen in mijn werk. En patronen komen ook vaak terug, omdat het ook een meditatieve sfeer over kan brengen. Omdat ik ook graag wil vertragen in de snelheid waarin we leven. Mijn kunstenaarspraktijk houdt in dat ik eigenlijk op een intuïtieve, soms art-brut wijze met de kunsthistorie omga. En ik verzamel eigenlijk verhalen, historische verhalen of vooral persoonlijke verhalen. En daar maak ik beeldend werk van, in de verschillende mediums eigenlijk. Bestaat mijn praktijk deels uit het zelf maken van beeld, met fotografische, maar ook talige inslag, best wel conceptueel. En ik ben ook altijd meteen tegelijkertijd bezig geweest met allerlei dingen organiseren of zelf initiatieven opzetten. Juist omdat je merkt als je afgestudeerd bent van aan de ene kant lijk je alleen in die wereld te staan. Maar die kunstwereld zit ook weer aangesloten bij een buitenwereld. Dus is er ook echt een groeiende interesse, meer sociale, politieke kwesties die je praktijk eigenlijk beïnvloeden ontstaan. En dat is ook de reden geweest dat ik nu momenteel weer met de masteropleiding ben begonnen van Philosophy of Humanity and Culture aan Tilburg University. Ik werk met collectief JAF, ik doe veel productie, dus het is echt, voor mij is het een belangrijke mix om en dat organisatorische te doen en zelf die beeld te maken.
Daar zit ik bij bijna. Vind ik super, super, ja, vrolijk wordt er krijg van. Want ik was echt heel blij om weer gewoon een werkperiode te hebben met andere mensen. Dat ik meestal in een werkperiode veel meer, ja, ik ga meer experimenteren en meer vanuit niks te werk. In plaats van uit een idee die ik in mijn hoofd heb. Dus daar kan veel meer ontstaan voor mij meestal. En ik vind het heel leuk dat het met nieuw afgestudeerden en oud afgestudeerden van Sint-Joost is. Het is interessant hoe mensen die net afgestudeerd zijn eigenlijk samenkomen met wat meer ervaren kunstenaars. En ook al in de eerste week is het eigenlijk heel duidelijk wat je allemaal voor elkaar kan betekenen. Op wat voor manier je eigenlijk toch een collectieve werkwijze kan introduceren en hoe je eigenlijk constant door elkaar geïnspireerd kan raken binnen het proces. Ja, ik vind het superleuk om met bijna mee te doen. En denk ook echt een heel leuk gezelschap die allemaal wel openstaan voor experiment. Wat ik ook heel fijn vind, wat ik zelf ook graag doe. Ik werk eigenlijk niet echt met een plan, maar gewoon ook vanuit het experiment. En verder heb ik heel veel zin in bijna. We zijn pas begonnen. En ik denk dat het superleuk wordt, want we hebben een hele diverse groep. En iedereen kan elkaar denk ik goed aansturen of juist weer laten twijfelen over wat ze willen doen, maar daardoor ook weer tot nieuwe inzichten laten komen. Dus tot nu toe is het leuk. Van de werkperiode verwacht ik ook om mee te reflecteren ook op het proces van de groep. Om daar ook mijn werk door te laten vormen en ook te kijken hoe we alles gewoon mooi samen kunnen doen, zodat je niet geen individuele eilandjes krijgt, maar dat je echt ook iets kunt zien van die gezamenlijke werkperiode die wij nu doen. En de vooruitblik op bijna, wat ik ga doen, ik ga iets met de historie van Dongen doen en mijn persoonlijke historie. Vandaag, ja, dat is het een beetje. We hadden het gisteren al over, toen zaten we na te borrelen en je merkt, iedereen heeft zowel iemand van, oh ja, maar ik weet dit en dan kan ik je via mee in contact brengen en ik heb dat bij die. Dus ik weet niet, je hebt een soort netwerk of zo die je blijft opbouwen en blijft ontdekken daarmee. Dus dat vind ik super. Ja, we willen ze een podium bieden en met steun van de instellingen, maar heel erg ook op eigen kracht. Eerst bouwen en dan uiteindelijk de expositie presenteren. En we vertrouwen erop dat het tot een heel mooi resultaat gaat leiden.